Maar geloof jij eigenlijk wel in de Heer Jezus? Jawel, voor mij is... Ja, Jezus is eigenlijk... Dat is iemand voor mij die... Als ik dan bijvoorbeeld moeilijkheden heb of zo... Ja. Of als dingen niet goed gaan of zo op school... Mm-hmm. Dan ga ik bidden. Dan ga ik knielen altijd voor mijn bed, op mijn matje. Ja. En dan bid ik naar de Heer Jezus. En dan vraag ik of hij mij kan helpen. En helpt dat vaak? Ja, soms... Ja, je moet... Het is wel natuurlijk zo, voor mij, hij stelt je ook heel erg op de proef, Jezus. Ja, precies. Hij wil ook wel zien alsof je het uit jezelf ook wel kan zou of zo. Kunnen, dat wilde je eigenlijk het liefste. Dat je toch zelfstandig bent op een bepaalde manier. Hè? Ja, ja. Maar wel, je moet wel goed naar hem luisteren of zo. Snap, ja. Heb je volkomen gelijk. Heb je volkomen gelijk wat je zegt. En de engelen, dat zijn voor mij... Dat zijn van die eigenlijk babyachtige mannetjes met vleugels. Ja, en die kun je niet zien, maar die zijn er wel. Die zeggen dan, die houden dan ook in de gaten of zo wat er allemaal gebeurt. En die zeggen dan tegen Jezus of je het wel of niet goed hebt gedaan. Maar hij is, ik voel me zo fijn altijd als ik aan hem denk of zo. Want ik weet gewoon dat hij van mij houdt. Het is een heel warm gevoel is dat, hè? Ja. Ja. Dat je weet dat Jezus, de Heer Jezus, van jou houdt. Ja. Omdat jij je hart hebt opengesteld natuurlijk, hè, voor de Heer Jezus. Ja. Ja, en dan... Want er zijn ook heel veel mensen die doen dat dan niet. En die zeggen van, Jezus, dit en dit en dit en dit. Mm-hmm. Nou, ik ben blij dat ik niet zo ben. Nee, hè. Die mensen die zijn eigenlijk heel arm. Ja. Heel arme mensen. Ja. Daar moet je ook een beetje medelijden mee hebben. Ja, misschien wel, ja. Ja, misschien moet je er eigenlijk gewoon medelijden mee hebben. Want dat warme gevoel wat ik dan heb van Jezus, dat hebben zij nooit. Nee, dat hebben zij nooit. Nee. Die voelen zich heel koud van binnen. Ja. Heb je volkomen gelijk. Heb je volkomen gelijk wat je zegt. Ik vind het ook zo fijn dat ik ook gewoon voel dat ik dan ergens bij hoor of zo. En dat precies. Ja, en als ik bijvoorbeeld, als ik dan dood zou gaan, dat ik dan niet weg ben, maar dat het nog doorgaat en juist veel fijner nog. Veel, veel, veel fijner nog, hè? Ja. Ja. Want dan ben je echt bij Jezus. Dan ben je echt helemaal bij Jezus. Oeh, daar kan ik nou al blij om worden eigenlijk. Als ik denk dat ik nu al bij Jezus echt helemaal zou zijn. Terwijl je nu ook al heel blij bent. Ja, ik ben al heel erg blij of zo, maar ja, als je echt gewoon helemaal dicht bij hem zou kunnen zijn, dat zou... Ja, zou heerlijk zijn, hè? Ja. Dan heb je volkomen gelijk. Heb je volkomen gelijk wat je zegt. Ja. Maar we moeten ook oppassen voor iemand anders, hè? Altijd blijven oppassen. Oh, ja, de duivel. Ja, de duivel, precies. Ja. Ja. Ja, want die probeert juist alles bij Jezus, al het werk van Jezus probeert hij... ongedaan te maken. Ja, ongedaan te maken. Ja. Dat probeert hij en hij... kan ook alle gedaantes aannemen. Ja, precies. Hij vermomt zich, hè? Ja. Ja. Dus dan weet je niet dat de duivel is, maar ondertussen laat hij jou dan wel dingen doen die tegen dingen zijn die je voor de Heer Jezus die de Heer Jezus heel veel verdriet zouden doen, hè? Ja. 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 En hij vermomt zichzelf soms als Jezus zelf. Als je daar niet goed kijkt en je bent koud in je hart, dan denk je dat het Jezus is. Terwijl het de duivel is. Terwijl het eigenlijk de duivel is. De waarlijke duivel. Ja, dat is maar goed dan dat ik Jezus toelaat. Ja, in je hart. Ja. Ja, helemaal in je hart toelaten. Ja. En je hart jongen, toevertrouwen aan Jezus. Dan voel ik me ook zo schuldig over dat ik... Want wij mensen hebben hem... de Romeinen dan. Die hebben hem... aan het kruis gespijkerd. Ja, samen met de Joden. Hè? Ja. Ja. Hebben ze... Daar voelen wij ons, moeten wij ook onschuldig over voelen. Hè? Want Heer Jezus wou alleen maar goed doen. Ja, want hij kwam... Dat vind ik dan zo stom, hè? Hij komt hier dan voor ons. Ja. En dan wat doen wij? Wij spijkeren hem dan aan het kruis vast. Volkomen gelijk. Volkomen gelijk wat je zegt. Ja. Ja. Maar dat kunnen wij alleen maar goed maken door heel veel van de Heer Jezus te houden. Nou, ik hou wel heel erg veel van de Heer Jezus. Echt precies, waar. Precies. Ik zou ook echt niet weten, als ik de Heer Jezus niet zou hebben, dan zou ik, voor mij zou ik dan gewoon niet meer hoeven te leven. Dan was je verloren. Dan zou ik verloren zijn. Ja. Ja.
Want hij is de herder en wij zijn zijn schapen. Hij is de weg, hè? Hij is het licht. Ja. Het is het grote licht waar we met z'n allen naartoe moeten. Jij en ik. Nog veel meer andere mensen die de Heer Jezus in hun hart hebben toegelaten. Maar de mensen die dat niet gedaan hebben, die gaan de andere kant op. Ja, naar de duivel. Naar de duivel. Oh, ik krijg nou alweer zin om te gaan bidden, echt waar. Ja. Dat kan ook, hoor. Mag ook wel. Raf, ja. Straks thuis. Ja, precies. Ik heb wel, ja. Je wil alleen zijn met de Heer Jezus even altijd, hè? Ja. Ja, precies. Heb je volkomen gelijk. Volkomen gelijk wat je zegt. Dat is het mooie. Mijn vader, die... die gaat nooit mee naar de kerk. Nee. Ik ga altijd alleen met mijn moeder. Mijn vader, die heeft een ander geloof, zegt. Oh ja. Dus, die gelooft in andere dingen. Maar niet in de ware en enige echte Heer Jezus misschien. Of nee, maar dat vind ik moeilijk, want het is wel mijn vader. Dus, maar... Misschien ja. Moet je je vader helpen om het juiste licht te zien. Hè? Ja. Misschien moet je dat proberen. Want wij weten dat wij... Zou ik wel fijn vinden dat zij ook... Natuurlijk. Dat zij ook gered kon worden. Ja. Dat hij niet in het vage vuur hoeft misschien. Maar misschien ook nog bij de Heer Jezus terecht kan komen. Ja. Maar ja, dan dringt de tijd voor je vader. Hè? Dan dringt de tijd heel erg natuurlijk. Want voor je het weet... Is het te laat, hè? Dan moet je altijd voor oppassen. Dat het te laat is voor je vader. Dat hij naar de duivel gaat. En niet naar de Heer Jezus. Ja, ik hoop dat van, toch van niet. Ja, dan moeten wij ons beste beentje voorzetten, hè? Maar als... Ja. Zou Jezus dan ook niet willen dat mijn vader dan... Jezus wil juist heel graag dat jouw vader met open armen ontvangen wordt. Maar als jouw vader de Heer Jezus niet in zijn hart toelaat... ja, dan moet de Heer Jezus toch streng zijn... want je hebt een heel leven gehad om de keuze te maken. En als dat niet genoeg is wat God je gegeven heeft... om die keuze te maken, ja... dan is het voorbij natuurlijk. En dat zit nou toch aan te komen met je vader. Denk je ook niet? Maar ik zeg ook heel vaak dingen tegen hem en zo van... zeg, dan moet je eens lezen en zo. En dan zegt hij, ja, maar ik... zegt hij van... Van nou, dat is goed, jongen, maar dat, ja, dat hij heeft gewoon een ander geloof, zegt hij dan. Ja, moet je toch nog harder proberen, als je je vader wil redden. Dat wil als ik heel erg graag. Dat wil je graag. Dat wil ik echt heel erg graag, want ik hou heel erg veel van mijn vader. Ja. Ja, dat kan je ook. Als je Jezus in je hart hebt, kun je toch van zo iemand een beetje houden. Ja. Kun je daar toch een heel klein beetje gevoel voor voelen. Voor zulke mensen als jouw vader. Dat is het mooie wat de Heer Jezus ons geeft. En het is natuurlijk ook niet leuk om een ijskoude vader te hebben. Een hart van steen. Nee. Terwijl Jezus voor ons is gekomen en zich heeft laten kruisigen. Allemaal dingen, heel veel dingen voor ons heeft gedaan. Nou, hij is wel toch eigenlijk wel een ondankbare hond als je dat niet in je hart durft toe te laten. Dan ben je echt toch wel een beetje een lafbek, vind je ook niet? Je vader, een beetje een lafbek. Oh, dat weet ik niet. Ja, maar is natuurlijk wel een hele zwakke man. Ja. Ja. Niet helemaal volwaardig, denk ik. Ik ga maar weer eens naar huis. Ga je weer naar huis? Ga je proberen je vader te... Ja, en zelf ook nog bidden. Ja, dat is goed. Ga maar heel, heel, heel intens bidden naar de Heer Jezus. Dat is goed. En dan kom je morgen weer terug. Ja. Op dezelfde tijd, hè? Ja. Dag, hoor. Ja, dag, hè. Bedankt voor alles. Heb je volkomen gelijk, weet je zeggen. Volkomen gelijk.